Trainer Ernie Brands, gisteren stonden we hier ook en toen gaf je aan dat als ze dezelfde energie zouden tonen als maandag, dat het goed zou komen. Sta je hier als een tevreden coach? Ja, ik denk het wel, hè. Ik dacht dat we gelijk goed in de wedstrijd zaten, gelijk goed begonnen. Wat jij al zei, ik had al gezegd van veel energie, er zat enorm veel energie in. En we hadden goed gevoetbald. En ik denk dat we buiten ongeveer 10 minuten de hele wedstrijd wel toch wel gedomineerd hebben. En heel veel kansen nog gecreëerd hebben. Uiteindelijk denk ik is het een dikverdiende 3-1 zege geworden. En door de resultaten op de andere velden heb je ook de aansluiting met de play-off plaatsen weer een beetje gevonden. Hoe belangrijk zijn de aankomende weken voor jullie? Ja, elke week is gewoon belangrijk. Volgende week Toppost, dat begint een nieuwe serie, dacht ik. En die moeten we gewoon goed beginnen. En we gaan natuurlijk voor die promotie. En dat kan via de stand op de ranglijst, maar dat kan ook door een periode te winnen. En we moeten gewoon dan van wedstrijd tot wedstrijd alles bekijken. In de voetballerij wordt vaak gezegd, een jong team dat gaat met ups en downs. Zit de up er nu in? Ja, de up zit erin. Maar die zat in het begin van het seizoen ook al in. Soms valt iets samen en soms heb je iets dat de hele ploeg ziet gewoon dat je alles aan moet doen om toch resultaat te behalen. En ik denk dat het op dit moment zo is.